Hey, ik ben Van der Kasseien Laurens. Ik ben teamleader productie in Belkolade en wij zoeken nog operatoren om bij ons te komen. De functie van de operator is eigenlijk dat je verantwoordelijk bent voor een ganse productielijn om chocolade te maken. En dat begint eigenlijk bij de grondstoffen tot en met dat de chocolade helemaal gemaakt is. En dan sta je eigenlijk in voor zowel de kwaliteit van het proces als ook dat de machines goed draaien natuurlijk. Een operator is iemand die vooral houdt van chocolade, die fantastische kwaliteit kan leveren op zijn chocolade, die technologisch inzicht heeft en vooral goed kan samenwerken met zijn collega's. Ik ben hier 2,5 jaar geleden begonnen als operator, dus dan was ik enkel verantwoordelijk van één lijn. Dan ben ik doorgegroeid tot operator van alle lijnen. Dan daarna backup expert, een klein stapje hogerop. Daarna mentor van het team, zodat ik eigenlijk verantwoordelijk was om nieuwe mensen op te leiden. En nu uiteindelijk ben ik teamleader geworden. Dus eigenlijk op 2,5 jaar ben ik redelijk goed kunnen doorgroeien. En die doorgroeimogelijkheden zijn er eigenlijk voor iedereen. Ik heb Belkolade zien groeien sinds 32 jaar. Vanaf de eerste kilo chocolade die we zelf gemaakt hebben, tot het huidige tonnage van vandaag. Dus we hebben al heel veel leuke dingen kunnen doen in dit bedrijf. Belkolade is een zeer stabiel bedrijf, dus een enorme groeimogelijkheden. Het is vooral zeer technologisch ingesteld. En we hebben fantastische collega's en een fantastisch Magic Pratos team. Voor de gratis lekkere chocola natuurlijk. Hè? Nee. Omdat het eigenlijk een mooi groeiend bedrijf is, waar dat ze veel volk ook zoeken. Ook omdat je doorgroeimogelijkheden hebt. Het is eigenlijk ook een heel familiair bedrijf. Iedereen kent elkaar, iedereen komt goed overeen met elkaar. De werksfeer is hier gewoon top. En het is een heel interessant product natuurlijk, chocola. Elke dag kunnen bijleren. En ja, zo blijft je job natuurlijk interessant en gevarieerd.